Hoi lieve tweelingen, welkom bij de algemene tarot reading voor sterrenbeelden. En dit is voor de maand december. We gaan beginnen met de Osho tarot en nog met een bonuskaart. Kaarten vanuit deze tarot en als bonus nog een hartenkaartje. Ter afsluiting. Oké, voor de tweelingen. De situatie. Wat dwars ligt of een uitdaging is. Waar het bewustzijn zicht op heeft. Onbewust. Verleden of recente verleden. Advieskaart naar bij je toekomst. Jij? Die invloed van anderen, hoop en vrees en die conclusie. Oké. Perfect. En dan komen we bij het levenswiel uit. The Change. Het is een grote arcane kaart. Dat staat voor ja, het rad. Met de bedoeling om uiteindelijk je bestemming te bereiken. Maar wat bij de meesten het geval is, is dat je eerst een beetje tegen het rad ingaat. En eigenlijk oude patronen uit het verleden herhaalt. En daarmee je neus stoot. Of in ieder geval pijnlijke ervaringen aantrekt. En dat dan langzamerhand het bewustzijn komt. En dat je levenslessen leert. En dat je uiteindelijk leidt naar meer luisteren naar je intuïtie, pijn uit het verleden helen, je integratie bereiken tussen yang en yin. En dan uiteindelijk naar je bestemming. In de traditionele tarot is dit het rad van fortuin. Verandering. Je zit dus in een flink transformatieproces als leider. Voor tweelingen. Extra boodschap graag voor de tweelingen. Dat is sowieso 1. En oh. Nee. Die ging niet goed. Ja. Oké. Okay. Nog een hartenkaartje voor de tweelingen. Okay. Nou, daar gaan we, tweelingen. Oké, nou, dat is grappig, want de burden was er net ook bij de vorige legging. Ook bij de conclusie. Maar deze is voor de tweelingen. Allereerst, dat past, de hele legging past bij een groot transformatieproces. Dat zie ik ook dat dit gaande is. We are the world. Dat wil zeggen dat we... de bedoeling is, uiteindelijk de voltooiing is heelheid bereiken. Eén zijn, gevoel van één zijn. Weten dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. En dat ja, onze pijn ook, mijn pijn is ook jouw pijn. Hè? En dat als ik mezelf pijn doe, doe ik een ander ook pijn. Dus en dat voel je als je je... één voelt met de ander. Dan heb je natuurlijk ook inlevingsvermogen. En dan heb je oog voor alles wat leeft op deze wereld. Hè? Dat is uiteindelijk die voltooiing. Maar wat daar dwars op ligt, is dat het voor deze tweelingen moeilijk is om in het moment te zijn. Dat wil zeggen dat je dan
meer in het verleden met je gedachten verblijft of met je gedachten al in de toekomst verblijft. En dat denk ik dat hier ook het geval is. De toekomstdromen, die die je niet los kan laten. Dat de toekomstdromen je eigenlijk gevangen houden. In het recente verleden is er een... is deze figuur wellicht in jouw leven geweest? Of kun je die in jezelf ontdekken? Dat moet je zelf even bij jezelf nagaan. Dit is een wat luie persoonlijkheid. Die denkt dat hij het al gemaakt heeft. Dat hij het innerlijk werk ook al had gedaan. En een bepaalde arrogantie dan toch nog had. Totaal onbewust nog van dat kindje nog pijn had uit het verleden. Het kindje in deze tweeling. Het kan ook zijn dat je zo'n type hebt aangetrokken. Die dat dan ook jou spiegelt. Van in hoeverre ben jij lui? Of heb jij geen zin om bepaald werk te doen om je dromen te realiseren? Om die transformatie voor elkaar te krijgen. En heb je eigenlijk een tijd toch wel patronen herhaald? Oude patronen herhaald. Je bent je langzamerhand uit die gevangenschap aan het bevrijden. En wat meer met de stroom mee te gaan met het rad. Kijk, een denkbeeldige gevangenis is deze kaart. Maar je hebt understanding. Je begrijpt, je begint te begrijpen dat jij zelf degene was die zichzelf gevangen hield. En dat dat te maken had met de pijn van het verleden. Je outsider voelen. Je niet begrepen voelen door de ander. En dat dat ongeheeld is. En waardoor je juist types aantrekt die alleen maar met zichzelf bezig zijn. En niet kunnen invoelen. En ook die heelheid niet ervaren, die verbondenheid niet ervaren. Maar hij ligt nog onbewust. En het feit dat het nu nog niet zo lukt, en dat ben je wel bewust. Kijk, want deze kaart, die zeggen eigenlijk allebei een beetje hetzelfde. Want de een is een trapezenummer. En die spreekt ook van dat je totaal aanwezig moet zijn eigenlijk in het hier en nu. In het moment aanwezig moet zijn. Moment to moment. Want dit is een trapezenummer. Deze twee die komen naar elkaar toe in het vertrouwen dat ze precies op het juiste moment elkaars handen beetpakken. En dat ze niet elkaar misgrijpen. En dan moet je totaal aanwezig zijn in het hier en nu. Dus dat weet je, daar ben je van bewust. En toch lukt het nog niet. Althans, dat is je uitdaging. Maar dat komt omdat je nog niet die heelheid hebt bereikt. Maar nogmaals, er zit nog pijn van dat innerlijk kind. Dat kleine meisje of dat kleine jongetje in jou, die zich nog die pijn heeft opgelopen doordat hij of zij zich outsider heeft gevoeld. En niet erbij horend, pijn van verlating heeft ervaren, pijn van afwijzing heeft ervaren, niet goed genoeg zijn, of althans dat dan ervaren, geen liefde waard te zijn, et cetera. En dan heb je in je wat latere leven patronen herhaald, zo is in dat rad, maar zo moet het ook zijn, want door herhaling van patronen
ga je uiteindelijk tegen je eigen probleem aanlopen. En dan ga je understanding krijgen. En dan ga je zien dat je patronen uit je jeugd herhaalt. Dat het je niet lukt om in het hier en nu te zijn. En dat je ten aanzien van relaties nog een onrealistische droom hebt nagejaagd. De droom van dat je elkaar gelukkig moet maken. En elkaars leegte moet opvullen. Maar dat ga jij steeds dan meer zien. En jezelf daarin bevrijden. Zodat jij allereerst gaat uitvliegen in je eentje. En dat je niet dat uitvliegen afhankelijk laat zijn van de ander. En invloed van anderen is al je ervaringen die je ook in het verleden hebt gehad met dit soort types. En die je misschien ook nog wel in jezelf kunt herkennen. Nogmaals, het is een spiegel. Is dan om veel meer naar jouw innerlijke stem te luisteren. En dat is je vrouwelijke energie. Het is de contact met je intuïtie. Het is het contact met de bron, je hoger zelf. Inner voice. Innerlijke stem. En die heb je altijd gehad. Maar je ego-stem was in het verleden meer aanwezig. En die nam de regie. Maar je gaat dat steeds meer als een burden ervaren. Een last ervaren. Die denkbeeldige gevangenschap. Het feit dat je nog niet in het hier en nu kunt zijn. Dat je daar nog moeite mee hebt. Dat wordt een enorme burden. Een last. Wat voor jou erg belangrijk is als extra boodschap, dat ligt bij je vrees namelijk, is dat het heel belangrijk voor je is om niet meer te gaan vergelijken. Dat geldt voor deze tweeling. Niet meer vergelijken. Niet denken, oh, die is beter dan ik. Die weet meer dan ik. Die is mooier dan ik. Of lelijker dan ik. Ik bedoel maar dat je je vergelijkt met anderen. Maar dat je heel goed gaat beseffen dat jij hier op aarde gekomen bent. Met een unieke taak. En dat je niemand na hoeft te doen. En dat je ook niemand hoeft te evenaren. Maar dat jij, als jij naar je innerlijke stem steeds meer gaat luisteren. Dat ook jouw gaven, jouw unieke talenten steeds meer boven gaan komen. En dat jij een realistische droom in de nabije toekomst gaat waarmaken. En ook ten aanzien van je liefdesrelaties. Vergelijken heeft geen zin. Jij bent mooi zoals jij bent. Jij bent niet minder of slechter dan een ander. Als jij je pijn uit het verleden helemaal verwerkt. En je intuïtie wordt helder, zuiver. Dan komt al jouw potentieel vanzelf naar boven. En dan valt alle burden, last weg. Omdat je dan in het hier en nu kunt zijn. En in het hier en nu gebeurt het. Gebeurt het hele avontuur. Positieve beweging vooruit. Prachtig. En kies verstandig. Dit gaat ook over, dit zijn ook die uitvliegende vogels. Nou, ik ga ze voorlezen uit de set. Eerst, kies verstandig. 81. Deze kaart verschijnt als u een visie of doel hebt, maar wordt belemmerd door te veel keuzes, verstoorde energieën en onrealistische verwachtingen. Past hierbij. Om te krijgen waar u naar verlangt. Er zijn veel kansen, maar op dit moment moet er een beslissing worden genomen. Deze kaart herinnert u eraan dat het lijkt alsof de opties die op dit moment om u heen zijn, alle invloed en macht hebben. Maar in feite hebt u de controle over en verantwoordelijkheid voor alle keuzes die u maakt. Neem de tijd om na te denken, te analyseren en zorgvuldig te kijken naar de verschillende kansen die voor u liggen. Denken en analyseren, dat is je yang-energie. En daarnaast
is het voor de balans heel goed dat je ook gaat voelen en ervaren. En vooral ook de pijn. Wees niet overhaast omdat u druk voelt en laat u niet beïnvloeden door mensen die geen idee, expertise of educatie hebben op het gebied van uw keuzes. Een gerichte of verstandige beslissing is veel beter dan een wanhopige. En luister daarbij, laat je dan leiden niet door andere mensen die daar geen weet van hebben, maar laat je leiden door jouw eigen hoger zelf, je innerlijke stem. En vraag hulp aan het universum. En dan zul je een positieve beweging vooruit maken. En zal de last minder worden. Dat was het voor jou, lieve tweelingen. Voor de maand december. Oh, nee, hartekaartje. Alleen de tijd zal het leren. Nou, voel in hoeverre dat voor jou zou kunnen passen in deze reading. Het past. Mijn intuïtie zegt, kijk, als je in het moment leeft, dan is er eigenlijk geen tijd. Wij aardse mensen zijn continu met tijd bezig. En dan hebben we ook geen geduld en zijn we gelijk gehaast. Haastig. Of we zijn lui en er komt niks uit onze handen. Maar als we in het hier en nu zijn, dan gaat alles op in de tijd of zo. Zoiets. Zo voel ik hem dat je hem zou kunnen duiden. Als je naar je innerlijke stem luistert, dan maak je vanzelf, kom je vanzelf in beweging. Mocht dit niet bij je resoneren, heb je wel het gevoel dat je wat stagneert in je leven en wil je daar heel graag verandering in zien, dan is een persoonlijke reading wellicht iets voor je. En dan kunnen we samen kijken ook welke bewegingen jij kunt maken om ook weer het idee te hebben dat je vooruit kunt. Onderaan deze film staat de link naar mijn website. Dan wijst alles zich vanzelf. Het kan via Skype, Video, Messenger, Facebook of in mijn praktijk in Apeldoorn. En het zou mooi zijn als je dat, als je in de gelegenheid bent om naar Apeldoorn te komen. Zie je in ieder geval graag. Ik wens je een fantastische maand. En tot volgende maand. Veel liefs. Bye.